Yo guys, Letje hier met een video. En vandaag is het een soort van birthday video of zo. Ik ben vandaag 17 jaar geworden op 17 maart van 2017. En ik vind dat wel vrij cool eigenlijk. Nu, zoals je in de titel ziet, staat er ook iets anders. En dat zijn de IJsberg Awards. De IJsberg Awards, wat was daar? Dat was zo iets stom van mij. Er 9 mensen opgestemd. En die kon zo wat vragen invullen. Dus de eerste vraag was: wie is Queen IJsberg 2016? Wat is de beste Let's Play van 2016? Wat is de beste video van 2016? En wie zijn de beste game characters van mijn Let's Plays? Oké, we gaan over naar wie is Queen IJsberg 2017? Er zijn echt heel veel verschillende mensen gekozen. 11,1% heeft op Yoda gestemd. 11,1% op Wheatplant. 11,1% ik ben Jarin. 11,1% Steven. 11,1% Lantia Games. 11,1% BioDusty. En 11,1% meneer Sips. En diegene die heeft gewonnen is Peuter Zevengeurens. Gefeliciteerd, u bent Queen IJsberg 2016. Dan, wat is de beste Let's Play van 2016? Op plaats 3 staat Minecraft Story Mode. Plaats 2 wordt gedeeld. En plaats 2 wordt gedeeld met Half-Life en Pokémon Red. En op nummer 1 staat Outlast. Dus dat betekent dat Outlast de beste Let's Play was van 2016. Oké, en wat is de beste video van 2016? Dat kon je dus vrij invullen, maar hè, blijkbaar maar 4 mensen iets gereageerd. De tweede plaats is gedeeld. En die wordt gedeeld met Grove Moppen. En Half-Life hashtag 2 vage opa. En op nummer 1 staat Outlast, Rip Gletscher en Co. Funny Moments. Dan was de laatste vraag. Wie is / zijn de beste game characters van mijn Let's Plays? Er zijn weer al 3 plaatsen. En de derde plaats wordt verdeeld onder 3 mannetjes. Dus op de derde plaats staat Professor Oak van Pokémon Red. Ook G-Man van Half-Life. En Ruben van Minecraft Story Mode. Op nummer 2 staan de Papa Broeders van Outlast. En op nummer 1 is al vrij voorspelbaar. En dat is Sivre, natuurlijk van Outlast. Dus ik moet zeggen dat Outlast het heel goed heeft gedaan, deze IJsberg Awards. Outlast gaat sowieso terugkomen in de bij de IJsberg Award van 2017. En we zullen zien dat ze nog altijd gaan aanhouden. Ik neem het echt veel te serieus, ook al hebben maar 9 mensen gestemd. Het is het idee wat telt. Oké, dus ik ben nu 17. En ik dacht misschien ook een beetje te praten over mijn YouTube-kanaal. Zoals jullie zien, zoals de meesten zien, zoals iedereen ziet, gaat mijn YouTube-kanaal niet zoals gepland. De subs gaan letterlijk omlaag zelfs. Maar ik heb ook gemerkt dat de meeste graag CSGO-video's zien, een aantal Let's Plays helemaal niet goed worden bekeken. Heel slecht zelfs. Natuurlijk, die motiveert dat wel een beetje. Maar YouTube is nog altijd het platform om te uploaden waar je wilt. Ik bedoel, ik ben gewoon YouTube gejoined om Let's Plays te doen en ik ga dat ook blijven doen. Dus ja, deal with that. Of deal with it, I don't know. Oké, dit was echt wel een heel kort klapje op mijn YouTube kanaal. Volgende week komt er weer terug gewoon een CSGO video online. Dus dat is super leuk. Dus daar maak ik deze kut video afsluiten. Dus vond je ze leuk? Vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer de volgende keer en de volgende keer weer meer. En ik zeg ciao.